Hey allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag een heel speciale video, want het is namelijk de 100ste op dit kanaal. Naast alle muziekvideo's en zo die je al kon zien op mijn kanaal, ben ik dus sinds kort begonnen met praatfilmpjes, zoals deze. En voor de 100ste heb ik lang nagedacht wat ik kon doen. En ik ben daarbij eigenlijk uitgekomen op gewoon een praatvideo over mijn passie maken. En mijn passie, dat is het Huis Anubis. En als je echt niet van het Huis Anubis houdt, dan zou ik zeggen, klik de video gewoon nu weg. Want deze video gaat er volledig over gaan. Oké. Voor de diehards, voor de fans, gaan we gewoon lekker door. Ja, het Huis Anubis. Het is alweer sinds september 2006 dat Anubis op tv was. Dat is bijna 8 jaar geleden. Het is toch al een tijdje. En ik ben eigenlijk fan van de eerste, laten we zeggen, de eerste week. In het begin keek ik dus Nickelodeon. Het zat in België altijd voor Zoop. En ik keek dus Zoop en toen kwam er altijd En dan nu, het Huis Anubis. En dan dacht ik altijd van, nah, weg. Maar dan eigenlijk na een paar dagen, een dag of 2, 3, ben ik eigenlijk beginnen kijken. En ik dacht van, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dus dan ben ik het eigenlijk elke dag beginnen kijken, in het weekend naar de herhalingen. En zo ben ik eigenlijk dik verslaafd geraakt aan het Huis Anubis. En ik heb daar tot vandaag eigenlijk geen spijt van. Ik heb er hele leuke mensen door leren kennen. Zowel uit de serie, de acteurs zijn allemaal super leuk. Maar ook daarnaast, de fans, de community. Eerst begon dat op MSN met mensen van ja, en ik vind dat leuk. En ik heb mensen die het ook leuk vinden, dus je kan ze toevoegen en dan kunnen we samen over praten. Later begon ik dan met Twitter. Toen was eigenlijk de Anubis hype al een beetje voorbij. Maar het is me toch opgevallen dat heel veel mensen nog fan zijn ervan. Zeker het laatste jaar, hoeveel fanaccounts er ineens op Twitter en Facebook en zo allemaal zijn bijgekomen. Het is echt prachtig om te zien gewoon. Dus ja, we hebben het gewoon allemaal super gezellig. Ook nu nog met mensen op WhatsApp en zo waar ik mee praat. We hebben nu ook zo een nieuw ding, dat is Maxin Hotel. Dat is een beetje het Habo-hotel van vroeger. En daar zijn we heel Anubis aan het nabouwen. En we spelen zelf de karakters. En dat is echt super grappig op sommige momenten. Daar kan ik echt tot een stuk in de nacht mee bezig zitten. Maar ja, we gaan het hebben over de serie. Ja. Je hebt het misschien al gemerkt, Nienke is een beetje mijn favoriete personage, want ik heb er toch best veel van weg qua looks. Mijn haar is ook een beetje... Ik ben aan het sparen voor Nienke haar, maar het is zo lastig om het gezond te houden en zo lang te krijgen. Maar ja, we komen er. Ik ben het bijna. Eindelijk na zoveel jaar. Ook de kleding heb ik heel vaak een beetje van Nienke weg, als je mijn kast kijkt. Of ook van de anderen eigenlijk. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen met de stijl van Nienke die ik nadeed. En ja, het is gewoon mooi. Ja. Verder, ja, alle personages vind ik wel iets leuks hebben. Personages die totaal niet uit kan staan zijn meestal zo de personen die er maar een tijdje in waren, zoals Jimmy en zo, oh, die vond ik zo vreselijk. Victor in het begin, en uiteindelijk vind ik hem wel nog leuk, maar in het begin was hij zo onuitstaanbaar. Ook zijn zus Marijke, die er dan bij kwam op het einde, met Danny en Sophie. Oh nee, dat was echt niet. Dan zat ik echt soms zo voor tv van, ah, wanneer gaan zij eruit? Het is echt niet meer leuk nu. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel had. Als je vraagt van wie kon je niet uitstaan, hoor je meestal wel dezelfde reacties als die ik nu heb. Maar verder was Anubis echt een superleuke serie. En ik heb er ook eigenlijk heel veel uit geleerd, bij wijze van spreken. Zo, heel veel zinnen die ik eigenlijk in het dagelijkse leven gebruik, die komen gewoon uit Anubis. Ook op de app soms, hoe we dingen zeggen tegen elkaar, dat we echt zoiets van, dat is de reactie van die, dat is de reactie van die. Dus dat is eigenlijk best wel grappig allemaal. Ja, Anubis is eigenlijk een soort levensstijl, denk ik, voor veel mensen geworden. Gewoon de manier van doen, dingen overnemen van de karakters. Ook als je de serie kijkt, zit je zo vaak in dezelfde emotie als zij. Zijn zij kwaad? Ben jij kwaad? Zijn ze een beetje verliefd? Kan het zijn dat jij ook een beetje verliefd bent? Dus ja, gewoon superleuk. Mocht je nu denken bij deze video, Anubis, wat is Anubis? Ik ken helemaal geen Huis Anubis. Check het op YouTube. Echt, alle afleveringen staan online.
En je hebt wat gemist als je dit niet kent. Gewoon klaar. Dus ga maar snel dan een keer een aflevering kijken. En ja, maar het zou me verbazen dat iemand niet weet wat het Huis Anubis is. Eerlijk gezegd. Zowel België, Nederland. Zelfs in zoveel andere landen wordt Anubis nu uitgezonden. We hebben het zelfs tot in Amerika gebracht, jongens. Amerika. House of Anubis. Het is wel een andere versie met andere acteurs, maar who cares? Weet je, Anubis was in Amerika. In Duitsland hebben ze een remake. Dan zoveel gedubte versies tot in Mexico toe dat ze Anubis kennen nu. Dus we kunnen zeggen, Anubis is een wereldproduct. En shame on you als je die kent. ja, ik denk dat dit een beetje mijn video al zal zijn nu. Heb je nog leuke vragen over Anubis die ik kan beantwoorden? Of wil je meer van deze video's, dan kan dat. Laat gewoon achter in de reacties. En ja, dan zie ik wat ik ermee doe. Maar dit was mijn 100ste video, een speciaal eerbetoon aan Anubis, omdat het gewoon de perfectste, de beste serie was. Niet vergeten ook, ik ga het hier ook even vermelden, op Twitter hebben een paar meisjes een Anubisweek georganiseerd. Dat is van 26 september tot 2 oktober, dacht ik. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen op Twitter, met live chats en zo. Dus als je Twitter hebt, zeker meedoen. Ook op Facebook heb ik een likepagina, namelijk Het Huis Anubis Moet Terug. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. Like die zeker, want dat is super leuk. En verder, ja, Sibuna, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Dag!